jongens en meisjes. Hallo. Ik zal me heel kort even voorstellen. Mijn naam is inderdaad Jos Friese en ik ben hier omdat ik vicevoorzitter ben van het regionaal techniekcentrum in Hardenberg. En het regionaal techniekcentrum heeft samen met De Koepel, dat is een grote organisatie waar alle bedrijven in samenwerken, hebben de Week van de Techniek georganiseerd. En ze hebben mij gevraagd om jullie de prijs te overhandigen en de oorkonde te overhandigen. Want jullie zijn de winnende klas van alle scholen, van de 33 scholen die hebben meegedaan. Er zijn 18 letters gemaakt, maar ik begrijp uit wat jij zegt dat het eigenlijk alleen maar de 18 letters zijn die hebben meegedaan bij de opening van de Week van de Techniek. Maar dat er veel meer letters zijn gemaakt, want er hebben ook keuzes plaatsgevonden van alle letters die jullie gemaakt hebben. Maar bij jullie is er één letter uit naar voren gekomen en dat is deze prachtige letter die inderdaad de E is, maar die tegelijkertijd ook een hele duidelijke technische letter is, omdat er techniek is in verwerkt. Techniek, jongens en meisjes, is een hele interessante, leuke omgeving om te gaan werken laten. En dat is ook de reden waarom de Week van de Techniek wordt georganiseerd, om jongens en meisjes van groepen 7 van de basisscholen te laten zien wat er in bedrijven gebeurt met techniek. En techniek is iets wat alle dag om je heen is en wat iedere dag ook het leven leuker maakt. En techniek, dat zeg ik nog maar eens heel duidelijk, is ook een van de dingen, een van de beroepsrichtingen waar heel veel van jullie jongens en meisjes die hier zitten, laten bijna zeker van zijn dat ze daar ook werk in kunnen vinden. Want er is heel veel behoefte straks aan jonge mensen die in de techniek aan het werk willen gaan. En de techniek is zo breed als je maar kunt bedenken. Dus ik hoop dat jullie door deel te nemen aan de Week van de Techniek, door zelf ook in bedrijven gekeken te hebben, het gevoel hebben gekregen van, nou, misschien is dat wel iets om na de basisschool, en jullie moeten nog een jaar, maar na de basisschool, toch eens na te denken of je niet een baan in de techniek zou willen en een opleiding in de techniek zou willen gaan doen. Goed, genoeg gepraat. Ik ga over tot de uitreiking van de oorkondes en daarvoor wil ik graag de makers van de beide stukken hier hebben. Manouk, Indy, Chantal en Sterre. Willen jullie even bij mij komen? Jullie hebben vooraan gestaan zo, en staan nu vooraan om een oorkonde te ontvangen. Maar de oorkonde is eigenlijk bedoeld, hij is echt voor jullie hoor, maar de oorkonde is eigenlijk bedoeld voor jullie allemaal, omdat jullie allemaal hebben meegedaan aan deze opdracht. Het is al gezegd, er zijn bij de opening 18 letters aangeleverd door basisscholen, door kinderen. Er zijn bij de opening 60, er stond een grote stembus, dat hebben jullie misschien meegekregen, er stond een grote stembus. Er zijn 60 stemmen uitgebracht door mensen, door bezoekers. En van die 60 stemmen waren er 12 voor de groen. Hartstikke gefeliciteerd en dat levert jullie een oorkonde op. En bovendien, jongens en meisjes van de foto's willen dat graag laten zien. Laat maar even zien, jongens. Gefeliciteerd. Om de feestvreugde nog groter te maken, kan ik namens de organisatie jullie ook twee doosjes aanbieden. Er zit technisch Lego in. Ik noem het maar technisch Lego, want zo heette dat vroeger. Ik weet niet of dat het nog zo heet. Het leuke van Lego is dat je er hele mooie technische dingen mee kunt maken. En wat nog veel leuker is, dat is dat als je het klaar hebt, kun je het eruit elkaar halen. En dan kun je het nog een keer doen of je kunt het ook iemand anders geven en vragen van doe jij het nog eens. Ik wil dit ook graag aan jullie geven. En hoop dat jullie daar in de klas heel veel plezier van zullen en kunnen hebben nog. Wie zal ik het aan de juf geven? Nou, ik mag wel aan de twee dames. De twee dames. Alsjeblieft. Allemaal een prettige dag, jongens en meisjes. En bedankt voor de gezelligheid.